Ja, dank jullie wel. Half mei nam de raad afscheid van Joop van Huis. 12 jaar was hij namens de Partij van de Arbeid wethouder in de gemeente Epe. Er was een terugblik, een grappige anekdote. Een mooie anekdote is dat toen er sprake was van het aanpassen van het fietspad aan het kanaal, dat medewerkers de tekeningen als grapje hadden aangepast. Op de neptekening was te zien hoe het fietspad dwars door de tuin van Joop en Susanne liep. Je was not amused. En het laatste woord was natuurlijk voor de ex-wethouder. 40 jaar geleden, na enkele omzwervingen bij de FNV, heb ik bewust gekozen voor de overheid, zeg maar, voor het openbaar bestuur. En met name ook om te gaan werken bij een gemeente. En dat is zeker ook ingegeven vanuit mijn fascinatie als socioloog voor de interactie van groepen, organisaties en dergelijke. Maar ik weet ook nog dat ik vooral dacht dat het resultaat van het beleid op lokaal niveau het meest zichtbaar en tastbaar zou zijn. Het is goede keuze geweest. Ik heb met plezier ruim 30 jaar ambtelijk voor gemeente gewerkt. Daarnaast ben ik ook maatschappelijk steeds actief geweest binnen de kinderopvang en de huisvesting van bejaarden. Ik vond het altijd wel een aardige combinatie, omdat ik toen zelf nog geen kinderen had en toen ook nog niet bejaard was. Toen ik in 2002 hier fractievoorzitter werd van de PvdA, was dat voor mij ook geen noviteit. Eind 70 jaren was ik dat ook in, let op, de veiligste gemeente van Nederland. En inmiddels weten we, dankzij de sportjes van het CDA, dat dat de berg is. Toen ik 4 jaar later wethouder kon worden, bood dat voor mij een mogelijkheid om weer vanuit een andere positie werkzaam te zijn in het openbaar bestuur. En dat openbaar bestuur ligt mij zeer aan het hart. En ik kon toen niet bevroeden dat het 12 jaar zou gaan duren, maar ik kijk er met genoeg op terug. Het is een fascinerend iets. En sommige mensen noemen het een fascinerende hondenbaan, maar dat zou ik toch met een korreltje zout nemen. Want ik heb nog nooit een wethouder gezien die lachend afscheid nam, om het zo maar eens te zeggen. Iedereen vond het altijd fantastisch en jammer dat het stopte. Er wordt wel gezegd dat de opgave van een wethouder ligt in de verbinding tussen het fantaseren over de ideale samenleving en het praktisch sleutelen aan de bestaande samenleving. Ik heb op mijn eerste dag een briefje op de muur geplakt met een aantal aanbevelingen, opdrachten voor mijzelf. Het hing er nog steeds vandaag. En ze gaan over het tonen van leiderschap, het zoeken van verbinding met de buitenwereld. En het laatste, voor mij het belangrijkste, gaat over sfeer en omgangsvormen. En daarin staat, houd van je raad. Wees collegiaal binnen het college en gun anderen ook succes. En dat is voor mij de basis om als bestuur het optimale te kunnen realiseren voor je inwoners. We doen het samen en we moeten het samen doen. En we constateren een toename van taken en de vraagstukken die worden ook steeds complexer, omdat ook die samenleving complexer wordt. Wat zal bijvoorbeeld de invloed zijn van de energietransitie op de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied en onze dorpen? Hoe keren we de trend om feiten niet te respecteren, om feiten te negeren? Hoe bieden we weerstand aan de cultuur die bestaat uit het manipuleren van andermans emoties? U als raad gaat zeker de antwoorden vinden. Ik dank u voor dank de gemeenteraad voor de samenwerking de afgelopen jaren en ik wens jullie heel veel succes in de komende periode en ook veel sterkte. Mijn collegeleden en ook mijn oud-collega's dank ik voor hun collegialiteit en loyaliteit en uiteraard de ambtelijke organisatie zonder wie wij arm zijn. En we schaamd zo arm te zijn, met dank aan Vassalis. Wat mij betreft een ferme handdruk en een bos bloemen. En dames en heren, een fantastisch applaus voor deze geweldige wethouder.